God, is iets waar ik ondertussen al 3 jaar van droom. Dus ik kijk daar enorm hard naar uit. Om burgemeester te worden van mijn gemeente, waar ik geboren en getogen ben, waar ik mijn hart aan verloren heb. Dus ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik ben gewoon wie ik ben. En voor mij is veel belangrijker dat ik burgemeester kan worden. En ja, als sommige mensen daar inspiratie in vinden, dan ben ik daar wel heel blij om. Voor de partij vind ik het natuurlijk zeker belangrijk. Er zijn partijen die er de mond van vol hebben van integratie en mensen kansen geven. Maar ja, het is uiteindelijk wel mijn partij die de primeur heeft. Dus daar ben ik wel heel blij om, ja. Zo, heel veel succes. Ik ga enorm investeren in sport. Dat is de laatste jaren in mijn gemeente wat te weinig gebeurd, denk ik. Ik vind sport enorm belangrijk. Dat brengt mensen dichterbij. Voor jongeren is dat ook belangrijk om zich goed te kunnen integreren in onze samenleving. Ik ga een nieuw zwembad bouwen de komende jaren. We gaan een nieuwe sporthal zetten. Nieuwe atletiekpiste. Dus dat is één zaak waar ik mij op ga focussen. Maar iets anders is ook wel, ik ga proberen om Londerzeel terug een financieel gezonde gemeente te maken. Het beleid van de afgelopen jaren begint zijn vruchten af te werpen. En we zien dat vanaf dit jaar en volgend jaar zeker die schulden beginnen af te nemen. Dat is een van mijn grootste verkiezingsbeloftes. En ja, ik ben wel blij dat ik die kan inlossen.